Het is gewoon zo dat we in een racistisch land leven. We willen het niet horen, maar het is waar. Ja. En dat betekent niet dat we ons schuldig moeten voelen. We moeten ons bewust zijn van het feit dat het het geval is. Ja, dat is en daar vertelt de geschiedenis ontzettend veel, ook statistisch. Ja. Nog geen 10% van de wereldbevolking is wit. Ja. Toch doen we net alsof de hele wereld wit twittert en wit denkt. Ja. Er zijn mensen met een andere kleur, met andere ideeën over schoonheid, geschiedenis, rechtvaardigheid. En daar zullen we aan moeten wennen. Het Rijksmuseum verandert nu alle woorden die, waar men spreekt over Sumatraantjes of over het N-woord in verkleinwoord. We gebruiken nu zakelijke woorden. Dat heeft niks te maken met woke. Dat heeft te maken, wees je bewust dat er andere mensen zijn. En wen eraan dat we ons moeten veranderen. Ja, zoals maar we ons ook moeten veranderen in ons gedrag. Ja. Met dat manspreading en we gaan die mooie beentjes heen. Die tijd is voorbij. Die mooie beentjes gaan nergens meer naartoe. Nee, zeker niet meer naar de film. Nee. En Adriaan, is er nou ook een inzicht waar jij zelf vanaf moet stappen, wat jou zelf ook pijn doet, dat je daar vanaf moet stappen? Nou, pijn niet, maar ik ben natuurlijk opgevoed met het verlangen van ouders met de palmbomen en hoe heerlijk het allemaal niet was, omdat daarmee de pijnlijke verhalen werden weggestopt. Maar ik ben wel degelijk echt veranderd door zoiets als een Black Lives Matter-beweging. Dat heeft grote indruk op mij gemaakt. Ik ben lid geworden van een leesclub, een academisch leesgezelschap. Ik heb meer dan 40 boeken gelezen over de koloniale tijd, wat er gebeurd is. En ik, ja, de schellen zijn me van de ogen gevallen. Want als kind zong ik allemaal die kampliedjes lekker mee. En wat doen we met Sukarno als hij komt? En wie gingen we radbraken? Ik zou het tafelzilver van mijn moeder gaan opgraven in Sumatra. Want daar kloegen we over. Maar wat er werkelijk gebeurd is, wist mijn moeder dat eigenlijk wel toen ze daar voor het eerst naar Indonesië ging? Getrouwd notabene met een Molukse man, hè? Dus over de kleurlijn getrouwd. En die heeft heel wat meegemaakt, want die werd aangekeken door de witte mensen. Het kan nooit goed gaan, zo'n boerenmeid met een bruine vent. En andersom werd het ook met wantrouwen gezien. En toch kijk ik er nu anders naar. Ze is ook in onwetendheid. En het gaat me niet dat ik mij schuldig hoef te vallen. Niemand hoeft zich schuldig te voelen over het verleden. Maar we moeten wel de verantwoordelijkheid nemen dat het gebeurd is. Ja, dat is denk ik wel. We zitten bijna aan het einde van onze tijd. Maar dat is wel waar het vaak over gaat. De verantwoordelijkheid, bewustzijn is natuurlijk iets anders dan schuldig voelen. Want daardoor ontstaan ook vaak van die hele nare discussies over excuses en wat dan ook. Bereid je voor op een veranderende wereld. Dat gaat gebeuren. Weet dat in 2050 de helft van de Europeanen een migratieachtergrond heeft. Weet dat nu al in Den Haag 58% van de inwoners van Den Haag een migratieachtergrond heeft. Dat er mensen van kleur zijn. En we zien ze nog veel te weinig op de televisie, ze doen nog veel te weinig mee in het debat. Geef ze de kansen, laat ze ook fouten maken. We hebben dat allemaal nodig, want van fouten leren we. Maar zeg niet, ik weet er niks van. Het bestaat allemaal. Er zijn geweldige dingen gebeurd. Maar we, op een of andere manier zijn we ontzettend bang en denken we dat de toekomst in het verleden ligt. Hebben we nu politieke partijen die het hek dicht willen doen, weg van Europa? We kunnen niet zonder Europa. Dat weet u als landbouwminister. We hebben Europa nodig. Dat is de grens die we moeten overschrijden. Niet ons bezighouden met de roddels van de dag. Laten we onze wereld groter maken, dames en heren. Dames en heren, tot u sprak Adriaan van Dissel. Dit was het voor u. Dit was Sophia Jeroen. Heel graag tot morgen. Dan zit Sophia.